زده وتعالى ودرك المسلم it's آرخرامز krijgt it's what the nips als آرخرام ervaart krijgt wat zegt hij dan الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات en als hij iets wat nefs als onaangenaam ervaart, als hij met iets te maken heeft wat nefs als onaangenaam ervaart, krijgt wat zegt hij dan? الحمد لله على كل حال. Dat is الحمادون. Zij prijzen Allah تعالى. Hier wordt het ook verduidelijkt. يحمدون الله في كل منزلة. منزلة betekent hier verhoging. Of على كل حال. ويكبرونه على كل نجد. Ieder verhoogde of verlaagd. يعتذرون إلى أنصافه. Dus we hebben het vorige keer al een beetje gezien. Dus wat doen zij? Hun kleren zijn tot zeg maar de helft van de scheenbeen. Zoals de hadith maakt ook duidelijk: Uzratul mu'mini nisfu saq. Fa'in talafa ila al-kalf, fa'ma tahta al-kalf, fa'inna. Dat is heel duidelijk: Uzratul mu'mini nisfu saq. Fa'in tal, als die dan lang is, dan is het tot en met de enkel. Maar wat onder de enkel is, dat is in na. Zijn jullie het er mee eens? Allemaal? Geen twijfel? En als nu iemand zegt, nee jong, je hebt het mis. Dat is niet zo. Want dat is alleen voor iemand die dat doet. Goeie Allah. Jullie weten wat goeie Allah is? Dan? Dan weer hoogmoed. Want, wat staat hier? Hadith. Wat zeg je dan? Dat is een ander hadith. Maar ja, hij zegt, je moet hadith niet tegen elkaar gaan uitspelen. Het zijn twee verschillende. Hoe dan? Wat zegt zo iemand eigenlijk? Uzrat al mu'min in nisfu saq. Fa'in talafa ila al-kaab. Fa'fi Allah. Nou, dit is aan. Dit is algemeen. Nou, zo iemand zegt, nee, deze hadith, deze algemeen hadith, is gespecificeerd. Zegt hij dan. Quyyida, in het Arabisch. De hadith, yani, lam yabqa ala umumi. Dan quyyida. En, zegt hij, quyyida bil khuyala. Ja, dus als je het doet, vanwege hoogmoed. En dat zeggen niet zomaar gewoon mensen. Nee, dat zeggen vooral de imams in de moskeeën en dergelijke. Ja, hoe handel je dan? Als zo iemand, want je, waarschijnlijk ben je in zo'n bijeenkomst en dan wordt gezegd, ja, er wordt gesproken over kleren en zo. En dan zeg je, ja, maar wat onder de enkel, dat is veel maar, zegt hij, nee. Dat is niet zo. Want dat is alleen als je het vanwege hoogmoed doet. Nou, ik ga ook wel kijken. We hebben dus een aam. Een mutlak heet dat dan. Mutlak muqayyid. Of aam muqas. Aam gas. Maar wanneer gebeurt het eigenlijk? Je hebt veel gevallen. Ja? Meer is er niet. Bij een hukm dan. Hè? Dan heb je... We hebben een hukm en we hebben een sebab. Begrijpen jullie dat? Een hukm en een sebab. Dus oordeel en de reden. Nou, wanneer gaan we al-aam, yani nahmil al-aam ala al-khas, wal-mutlaq ala al-muqayyid? In welk geval? Niet altijd. Als een sebab السبب ان الحكم
الخاص العام على الخاص والمطلق على المقيد. And ook als el hukm hetzelfde is, dan doen we het ook. Ook al is het sebab anders. Maar wanneer el hukm en sebab niet hetzelfde zijn, ja, dan kan je niet zeggen, nee, deze aam blijft niet algemeen, hij is gespecificeerd. Of deze mutlak blijft niet mutlak, hij is muqayyad. Nee. En als we dat gaan toepassen, deze regels gaan toepassen, dit is een mas'ala fiqhiyya, maar ik vind het wel belangrijk om erover te praten. Bij deze. Als we het gaan toepassen, als we deze regels gaan toepassen op deze hadith wat we hebben. Hadith al-awwal, uzratul mu'minin, nisfu s-saq. Fa'in talafa ila al-ka'b. Fama taht al-ka'b, fa'finna. Nou, wat is hier al-hukm en wat is sebab? Sebab, izar taht al-ka'b. En wat is al-hukm? Al-naar, fa'finna. Hadith al-awwal, thalathatun la yanzurullahu ilayhim wa la yuzakkihim. يوم القيامة لا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. ومنهم المسبي الإزارة وخيلاء. دري صورت منسة وفن مسبي الإزارة وخيلاء. الشيخ دري صورت منسة وفن مسبي الإزارة وخيلاء. جديدات في خوف موت. لا ينظر إليهم يوم القيامة. لا يزكيهم. هي لا وترتهم. Niet. Hij kijkt niet naar hen. En ze hebben een adab. Alim of adab shadid. Wat zie je hier? Ikhtilaaf al-hukm. Wa ikhtilaaf al-sabab. Dus zowel al-hukm is anders. Als al-sabab is anders. Dus hier kun je nooit zeggen. Van. Nahmil al-aam ala al-khas. Of al-mutlaq ala al-muqayyad. Nee. Hier blijft. Al deze twee hadiths gewoon aan. Of als we sprake van mutlak is, blijven ze gewoon mutlak. Nou hier ook, dus dat is zodat je in ieder geval weet hoe het staat. Zodat je niet bedrogen wordt of misleid wordt door de shuba waarmee deze al-qaum komen. Dat is ook met baard. Met baard ook. Hè. Veel mensen denken baard is gewoon sunna. En in de betekenis van ja, als je het laat, dan word je beloond. En als je het scheert, als je niet laat, niks aan de hand. Dat is gewoon sunna. Ja, en dat wordt dan door verschillende bekende, zogenaamde geleerden, imams, inderdaad ook gezegd, ja, baard is sunna. Nou, wat bedoelen ze met sunna? Ze specificeren niet. Sunna in de betekenis van, dat was de gewoonte van Rasul al-Sallam. Maar als het gaat om een hukm van sunna, wat is een hukm? Wat is het oordeel? Dan is het gewoon verplicht om baard te laten groeien. En als je scheert, dat is haram. Dat mag niet. Ijma' al-a'imma. Wa yuwaddi'una atrafahu. En zij doen ook wudu. Dus dat is de kenmerken van de volgelingen van Rasulullah sallam. Saffuhum fi salati wa saffuhum fi al-qitali sawa. Zoals zij zich opstellen in de rijen voor het gebed, zo stellen zij zich op, ook in de rijen, voor de strijd. En zo, uiteraard, we hebben het hier over Rasul sallam. En de veldslagen die hij gevoerd heeft, hij stelde rijen, dus tussen voor gitaar, voor strijd, zoals je ook rijen in het gebed opstelt. Munadihim yunadi fi zawj as-sama. Gaat hier natuurlijk om welke? Al-adhan. Al-adhan. Lahum fi zawj al-layli dawi ka dawi nahl. Dus een van de kenmerken van de volgelingen van Rasul sallallahu alaihi wasallam is dat ze 's nachts bidden. En dat staat hier eigenlijk. Koran reciteren. 'S nachts bidden. Mawliduhu bi Mekka. Hij zal in Mekka geboren zijn. Wa muhajiru bi Taba. En Taba dat is Medina. Dat is Medina. Medina van Rasul sallam. Muhajiru bi Taba. Dus zijn immigratieland zal Medina zijn. Wa mulku bi Sham. En zijn koninkrijk zal het hele gebied van Sham bestrijken. Taba,
That is Medina. It's not under name for the Medina. For the Mikrasi, for that Rasul sallallahu alayhi wa sallam naar Medina kwam, heette die stad, Yathrib. En Yathrib, ja, Yathrib, ja. En Yathrib betekent eigenlijk fasad. Dat betekent gewoon. Wat zoiets als verderf, verderf. Dat was die naam. Rasool sallallahu alayhi wa sallam heeft dus die stad Medina genoemd, is Medina. En we zeggen ook Medina voor Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Wat is ook een andere naam wat bekend staat? Ja? Medina Munawwara. Wat vinden jullie daarvan? Medina Munawwara. Dat is een verkeerd benaming voor Al-Medina. De Soefis, sommige Soefis die hebben die naam gebruikt. Want ze geloven dat Ar-Rasool sallallahu alayhi wa sallam geschapen is van... Van licht. Van licht. Dus de naam moet je niet gebruiken. Taba, Medina, Medina ten Nabi, Medina ten Rasool sallam, Medina Nabawi, oké, maar niet Medina en Munawwara. Nou, deze Azar is overgeleverd door imam Ad-Darimi. رحمه الله تعالى. فين في اللي alles wil weten of alleen wie hem heeft overgeleverd, neem een Bayhaqi ook Dalail Nubuwa aan Umm al-Darda. Ik weet niet of jullie echt de delen willen hebben. Is niet nodig, denk ik. Is niet nodig. Dan gaan we naar de volgende حديث سلامة بن وقش رضي الله عنه وكان من أصحاب بدر قال كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهل قال فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بيسير فوقف على مجلس عبد الأشهل قال سلمة وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا علي بردة مضطجعا فيها بفناء أهلي فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت فقالوا له ويحك يا فلان ترى هذا كائنا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار ويجزون فيها بأعمالهم قال نعم والذي يحلف به ولود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبق به يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبق به عليه وأن ينجو من تلك النار غدا قالوا له ويحك وما آية ذلك قال نبي يبعث من نحو هذه البلاد وأشار بيده نحو مكة واليمن قالوا ومتى تراه قال فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنا فقال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه قال سلمة فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا فقلنا يا ويلك يا فلان ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت قال بلى ولكن قال بلى وليس به سلمة هذا رضي الله عنه هي سخت دي الصحابي دي الأثر heeft overgeleverd hij behoorde tot degene die aanwezig waren bij Badr
Dat is heel belangrijk natuurlijk. Degene die aanwezig waren bij Badr, wat heeft de Rasul ook over hem gezegd? وما يدريك الله تعالى اطلع على اهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم. Dat is natuurlijk niet van ja, doe maar wat je wil. Nee, Allah تعالى die de harten kent, hij weet natuurlijk dat deze mensen die daar aanwezig waren, dat het gewoon behoren tot de allerbeste mensen die er zijn. Hij was geen van. Hij zegt, we hadden een buurman, een Jood. In een stam, de stam Abd al-Ashhad. Hij zegt, op een dag kwam hij uit zijn huis, voordat de Rasul sallam, kort voordat de Rasul sallallahu alaihi wasallam werd gezonden. En hij sprak mensen aan, of hij sprak mensen toe. Hij zei, salam, hij zegt, ik was toen de jongste onder hen. En hij had ook een borda, dat is een kledingstukken. Hij had zich daar omgewikkeld voor zijn huis. Hij zei, hij sprak, dus deze man, blijkbaar was het iemand met kennis. Hij sprak over el bahth, dat is de opwekking. Qiyama, de opstanding. El hisab, de afrekening. El mizan, opstellen van de weegschalen. El jannah, paradijs. El naar, vuur. Hij zei, dus vuur, dat is voor een volk dat afgoden aanbidt. Er is een volk dat afgoden aanbidt. En die niet geloven dat na de dood, dat er na de dood opwekking zal zijn. Dat zijn natuurlijk kuffaren, afgoden dienaars. Fakarula, ze zeiden tegen hem, wayhak. Ze zeiden wayhak. Wayhak, de Arabieren gebruiken het woord, ze gebruiken wayhak en waylak. Waylak betekent gewoon wee aan jou. Dat is vernietiging, dat is halaak. Maar wayhak niet. Wayhak gebruik je bij, wanneer je eigenlijk sprake is van iets goeds. Ik zeg ze wayhak voor hen. Tara adakarine. En ik denk je dat gaat gebeuren? Dat de mensen zullen worden opgewekt nadat ze dood zijn. En dat sommigen naar het paradijs gaan en anderen naar de hel gaan. En dat zij dan beloond worden overeenkomstig hun daden. Dus wie goed heeft gehandeld, die wordt goed beloond. Wie slecht heeft gehandeld, wordt slecht behandeld. Hij zei, ja, walladhi yahlifu bi. En dat betekent gewoon hier, wallahi. Dus hij zwoer bij Allah ta'ala dat dat gaat gebeuren. En hij zegt ook, op die dag zal een van hen naren, dus degene die dan nagaan, hij zal wensen, alsof ze hem, zeg maar, die naar in het hiernamaals te kopen, met een grote ovenheer. Een grote oven, een hete oven, waarin ze hem daarin gooien. En dus daar verbrandt. En daarmee de hel, als het ware, kopen. Als het zover is. En toen zeiden ze, weer wayhak. Wat is het teken? Het teken daarvan. Met andere woorden, wat is het teken van? Ja, dat de qiyama nabij is. Hij zei, nabiyun yub'athu min nahwa hadihi al-bilad. Wa ashara biyadihi nahwa Mekkah van Yemen. Hij zei, teken daarvan dat het uur nabij is, dat is gezant, die gezonde woord, vanuit dat land. En hij wees naar Mekka. Toen zeiden ze tegen hem, en wanneer zal het dan zijn? Hij keek, dus Salama zegt, hij keek naar mij. En hij was de jongste. Hij zegt, als
deze jongen normaal blijft leven en zijn leeftijd die normaal mens haalt, zou halen, dan zou hij hem meemaken. Dus kort. Dus zijn komst was dichtbij. Toen zei Salama, radiallahu anhu, oh Allah, imada hebben leen en nahar, dat is een uitdrukking, dat, ja, dus kort daarna, hè, kort daarna, heeft Allah ta'ala zijn profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam gezonden. En deze man leefde nog. En wij geloofden in hem. En hij geloofde niet in hem. Vanwege afgunst. En onrecht. Dat is de bagi. Fakulna, en we zeiden, waylak, nu hoor je het verschil. Straks was het waylak, maar nu is het waylak. Wee aan jou. Was jij niet degene die over hem zei, die gewoon ons waarschuwde en die gezegd heeft, ja, dat het teken van de Qiyama en de opkomst van een nabi, van een profeet, vanuit dat land. En toen zei hij, ja, dat was ik, maar hij is het niet. Zei hij, hij is het niet. Uiteraard wist hij wel dat hij het was. Het is gewoon Bergen, wa hazada, want een Yahud, ze waren daar in Medina. Ze waren drie stammen. Drie Joodse stammen en twee Arabische stammen. Ze leefden daar in Medina. En waarom leefden ze daar ook alweer? Uiteraard omdat ze wisten dat de komst van de profeet, dat hij daar zou zijn. Ze wachten gewoon op zijn komst. Maar toen hij kwam, en het was geen Jood, het was een Arabier. En toen hebben velen, niet allemaal, want veel Joden zijn ook moslim geworden, maar velen vooraanstaanden hebben toen geweigerd om te geloven. En ze dragen natuurlijk wel een zonde, plus de zonde van hun, niet alleen nakomelingen, maar ook volk onder hen. Want het waren gewoon leiders van die stammen. En in die tijd was het algemeen, als een leider moslim wordt, dan worden de rest ook, volgt de rest ook. Dat is wat de schrijver met het onderwerp Al-Afar heeft vermeld. Er is ook een Afar, een bekend Afar, Sheikh Al-Albani, Sheikh Al-Albani, rahmallahu ta'ala, ook, rahmukallah, ook tot Sahih heeft verklaard. En dat is Abu al-Hayyiban, dat was een Jood ook. En kort voor de komst van al-Rasool, hij lag, ja, hij op het sterfbed. En toen riep hij al de Joden bij zich. En toen zei hij van, hij zei tegen Jamar Sarajahoed, o Joden, weten jullie waarom ik, want deze man komt uit Shamgebieden, weten jullie waarom ik het land van melk en honing heb verlaten, en naar dat land ben gekomen waar niets groeit? Dat was eigenlijk, dat is een Medina, Sahara, woestijn. Ze zeiden nee, hij zei dat is vanwege dat de komst van de profeet nabij is. Daarom ben ik hier gekomen. Hij zei, als hij verschijnt, laat de Arabieren niet voor zijn. Geloof snel in hem. En laat de Arabieren niet voor zijn. Want het was ook algemeen bekend dat de Joden in Medina, als zij oneenigheid hadden met die Arabische stammen, dan zeiden ze tegen hen, wacht maar af. Er is een profetische komst. En als hij dan komt, dan zullen wij jullie keihard bestrijden met hem. فَلَمَّا جَاءَهُمْ عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ أسأل الله السلام والعافية. Dus dat zijn de aantal overleveringen waarin wordt aangekondigd, waarin de komst van de Rasool sallam wordt aangekondigd. Voordat we verder gaan met volgende
hoofdstuk. Hebben jullie vragen hierover? Ja. Ja, dat is. Misschien zullen we afspreken. Diegene die dat wil, die de nummers van hadith wil, als we klaar zijn, dan kan je gewoon bij mij komen en die kan je overnemen, inshallah. Ja? Dan gaan we. Ja, Abu al-Qasim, dat is Mu'arraf. Abu al-Qasim is Nekira, Qasim. Dat is niet hetzelfde. De kunya van al-Rasul al-Salam is Abu al-Qasim. Als je zeker bent van de zaak en als je daarmee bezig bent, oké, maar ik zou niet aanraden om daarmee bezig te zijn. Ja, maar een student die bezig is met die mensen, die misschien nog gaat debatteren met die mensen, ja, die moet wel voorbereid zijn. Ja, Medina al-Munawwara. Dat betekent verlicht stad. Dan gaan we met volgend. Akhbar al-Kuhan aan Ba'athati. Dat wil zeggen, de aankondiging of mededeling van al-Kuhan. En wie zijn al-Kuhan? Al-Kuhan, dat is meervoud van Kahin. En Kahin, dat is een wichelaar. Een waarzegger. Hè? Dat is een Kahin. Dus beweert dat hij kennis heeft van Rij. Van datgene wat zichtbaar is, verborgen is, van de toekomst. Er zijn er zoveel tegenwoordig. Toch? Er zijn zoveel tegenwoordig, hè? Toekomst, daar kunnen ze voorspellen en zo, maar ze kunnen niet eens voorspellen of ze morgen ziek worden of morgen een ongeluk krijgen. Dat kunnen ze niet. Er wordt een verhaal verteld van een boer. In het begin van de verschijning van de radio. Natuurlijk, die boer die schafte ook een radio aan. Zij zet hem aan. En die radio die kwam met het nieuws over de wereld. Ondertussen was een van zijn koeien aan het sterven in de stal. Toen hij klaar was met het nieuws, ging hij naar de stal en dan lag die koe, was dood. En hij kwam in de radio en zei van, pak de radio en maak hem meteen kapot. Zeg, je brengt mij nieuws van de hele wereld en een koe sterft hier in de stal. Die brengt mij niet het nieuws van. Dus wees voorzichtig, want er zijn heel veel van dat soort mensen tegenwoordig actief. En je hebt ook van die horoscopen, waarschijnlijk van die horoscopen, van die dingen. Let op, het is allemaal duivelsachtig praktijken. Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, قال, سمعتu Umara, ma sami'tu Umara, bi shay'in qat yaqul, إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. عمر رضي الله تعالى عنه als hij iets zei van ik denk dat het zo is, dan was het ook bijna altijd zo. رضي الله عنه. Een aantal keer heeft hij iets gezegd, dan kwam Koran werd geopenbaard met zijn woorden. رضي الله عنه. Hij zei بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل. شوف een dag was, zat Omar. Omar is een vader. Omar is een vader. Hij vertelt nu over zijn vader. Kijk, Sahaba, hoe ze waren. Heel, heel. Sahaba was echt gewoon soepel.
waarschijnlijk een van ons. Hij kan nu niet zeggen over zijn vader van ja, Fulaan, zat. Maar dat is gewoon. Bijnama Omar Ujalis, dus Omar, hij zegt Omar zat op een gegeven moment op het bad. Ik mag naar Jami. Toen kwam een mooie man voorbij. فقال عمر لقد أخطأ ظني أو إن هذا على ديني في الجاهلية أو لقد كان كاهنه علي الرجل فدعي له فقال له ذلك يعني عمر رضي الله تعالى عنه تنهي أمزخ مويما هي تخت فرشخان هي تخت هي زنبار زاخر خريست إن الجاهلية ما قلت مويما تخت هاي فان Misschien dit keer is mijn vermoeden niet juist. Hij zei, breng hem. En Omar vertelde hem dat. فقال, ma ra'aytuka al-yawm stuqila bi rajul muslim. Qala fa inni a'zimu alayk. Omar zei tegen hem, fa inni a'zimu alayk. Met andere woorden, je moet mij vertellen. Illa ma akhbartani. Dus je moet mij gewoon de waarheid vertellen. Qala. كنت كاهنهم في الجاهلية. Hij zei, ik was inderdaad hun waarzegger in de jahiliya. Dus het vermoeden van Omar klopte wel. Radiyallahu ta'ala. قال عمر فما أعجب ما جاءتك به جنيتك. Hij zei, wat is dan meest verbazingwekkend waarmee jouw jinniya tot jou is gekomen? Wat haalde de Heer uit? Dat de waarzeggers, dat ze nieuws krijgen van jins. Hoe weten ze sommige dingen? Dat weten ze gewoon van de jins. En die jins, die kunnen bepaalde dingen weten. Alleen, wat doen ze als ze iets weten, en ze brengen het naar die kahin, naar die waarzegger. Zij vertellen hem dat wat waar is, maar met dat iets wat waar is, vertellen ze 100 leugens. Maar de mensen letten natuurlijk niet op die leugens. Ze letten alleen maar op datgene wat waar is. En als het dan uitkomt, dan zeggen ze van, heeft hij niet op die dag, of heeft zij niet op die dag, aan die dag tegen ons verteld dat gaat zo gebeuren? En het is ook zo gebeurd. Nou, Omar zei meteen van, wat is dan meest verbazingwekkend waarmee jouw genia tot jou is gekomen? Hij zei, ik was een keer in de markt. Hij zei, toen kwam ze aanholen. En ze was bang. Ze was bang. Hij zei, verkalet, en ze zei, Alam tara al-jinna wa iblasaha, wa ya'saha min ba'di inkasiha, wa luhuqaha bil qalasi wa ahlasaha. Wa luhuqaha bil qalasi wa ahlasaha. Dus ze zei, tegen hem, heb je niet de wanhoop van de jins gezien en de rechtsommekeer die zij hebben gemaakt en dat zij zich hebben toegevoegd bij de kamelen en helaas, dat zijn eigenlijk waarop je zit. Nou, wat zegt ze hier? Het was zo dat de jins die gaan naar de hemel. En dat kunnen ze. قال تعالى وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا. Dus zij kunnen dat. En dan gaan ze naar de hemel afluisteren. Ze mag meekrijgen. Maar voor de zending van Rasul sallam was de hemel dicht. Dus de djinn wisten wel dat er iets ging gebeuren. Alleen wat? Dat wisten ze nog niet. Ze konden niet meer afluisteren.
En ze kwamen teleurgesteld terug. En dat is wat eigenlijk hier in het vers staat. In het gedichtvers staat. Dus ze kwamen gewoon teleurgesteld en wanhopig terug. Ze konden niet meer afluisteren. Ze wisten wel dat er iets belangrijks gaat gebeuren. Alleen wat? Dat wisten ze. Dat staat in Surat al-Jin. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ وَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا وَإِنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. Wat zegt de djinn hier? Dat zijn de djinns die nadat ze moslim zijn geworden, toen vertelden ze eigenlijk wat ze, hoe ze waren in de jahiliya. Hier zeggen ze duidelijk dat ze naar de hemel gaan om af te luisteren. Maar dat dat toen, dat was voor de komst van Rasul sallam, ja, de hemel was dicht. En ze zeiden, wie van ons nu probeert om af te luisteren, die wordt gevolgd door Yajid lahu shihaban rasada. Shihab, wat is een shihab? Vuurpijl. Tarsoduhu. Betekent. Op hem. Wa anna la nadri. Daar heb ik gesproken. Deze man. Hij zegt. Bijna bij een naïm. Omar was aan het slapen, zegt hij. Bij hun afgoden. Ija'a razulun bi'ijlin fadabaha. Toen kwam een man, met een stier, die hij heeft geslacht. Uiteraard als wat? Offer. Gebeurt tegenwoordig dat ook? Ja, dat gebeurt ook. Sommige broers die kijken zo. Wat zegt hij nou? Ja, dat gebeurt door moslims. Er zijn gewoon gebieden, die slachten niet een stier, die slachten een kameel. Ja. Als offers voor... Ja, voor graftombe, voor dingen, ayyadu billah. Nou, dat is wat deze man ook doet. Fasaracha bihi sarikh. Yaqul Umar, fasaracha bihi sarikh. Lem asma' sarikhan qat, ashadda sawtan minhu. Hij zei, en ik hoorde een schreeuwer. Ik had nog nooit zo'n schreeuwer gehoord. Dus zo krachtig. Hij zei, ja Jalih, amrun najih, rajulun fasih, yaqulu la ilaha illallah. Fawathaba al-qawmu, kultu, la abrahu hatta a'lama ma wara hada, thumma nada, ya Jalih, amrun najih, rajulun fasih, yaqulu la ilaha illallah. Faqumtu, fama nashabna an qil hada nabi. Umar radiyallahu ta'ala anhu zegt, ja, die man die kwam met een stier, hij slacht de stier en ik hoorde een schreeuwer. Ik had nog nooit zo een schreeuwer, hard horen schreeuwen als deze schreeuwer. Hij zegt, ja Jalih. En Jalih betekent al-waqih, al-qabih. Betekent gewoon gemene, slechte. Dat zei hij toch, ja? Zo riep die djinn. Amrun najih. Dat betekent een geslaagde zaak. Rajulun fasih. Een welbespraakte man. Yaqul. Wat zegt hij? La ilaha illallah. En dat was ook de begin da'wa van. Rasul sallam. Die ging op de markt. Op straat overal. Ja, naas. Qulu la ilaha illallah. Tuflihu. Qulu la ilaha illallah. Tuflihu. Qal fawatab al-qawm. Yani zij gingen weg. Toen ze dat hoorden, toen ze de schreeuwer, de angstigen voor mensen die geen geloof hebben, toen ze dat hoorden, toen gingen ze weg. Toen zei Omar, ik blijf, ik ga niet weg, totdat ik weet wat er regerende aan de hand is. En hij zei weer, dus die schreeuwer, die zei niet zien. Ja, Jalih, hetzelfde. Amr al-Najih, Rajul al-Fasih, yaqulu la ilaha illallah, faqumtu. Omar zegt, toen ging hij weg. En postje daarna, toen werd er gezegd, dat is een profeet. En dat was dus het begin van Rasool, sallallahu alaihi wa sallam.
انظر اثر ثم يقول هان دوتيز من حديث جابر رضي الله عنه قال انا اول خبر ان اول خبر قدم علينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امرأة كان لها تابع قال فاتاها في صورة طير فوقع على جذع لهم قال فقالت الا تنزلوا فنخبرك وتخبرنا وفي بعض الروايات فنحدثك وتحدثنا ونخبرك وتخبرنا قال إنه قد خرج رجل بمكة حرم علينا الزنا ومنع منا القرار. جابر رضي الله تعالى عنه سيخت هير إرست نيوس وطوت أنس كوام أوبر الرسول صلى الله عليه وسلم دوت إز أن فراو دي هاد انتابع. What is انتابع؟ Letterlik. سمو الجيم. مروكان استنبكين انتابع. سيف انتابع. سيف انتابع. والجيم. انتابع. And هاي كوام ان كيرتش ان فورم فان فان فوغل. وات اانخيفت ان الجيم زيخ كونه. Omvormen. En hij ging, ja, hoe noemen ze dat, op een tak zitten of zo, nee, hè? Een vogel, hoe? Wat is het? Ja, ja, staan of in ieder geval op een tak. En toen zei ze van, ja, kom toch, dan meer. Dan praten we met elkaar en wij, wil je ons nieuws mede en zo? Toen zei hij, nee. Hij zei, er is een man opgestaan in Mekka, die heeft voor ons overspel, zina verboden. Nou, dat zijn een aantal overleveringen die sahih zijn. Waarin Al-Kuhan, en dat zijn waarzeggers, aan de komst van Rasool, sallallahu alayhi wa sallam, aankondigen. Nou, voordat ik verder ga naar een ander hoofdstuk, zijn er vragen hierover? Rujum al-Shayatin. Ja. Een paalster is, ja, razm, duivels. Rujum al-Shayatin. Dan gaan we naar de aankondiging van de profeten. Dus Rasool sallam werd aangekondigd door profeten. Ja, rahmukallah. تفسير النبي به وكيف كان أول أمره يعني the ankondiging van de Rasool sallam door de profeten en wat of hoe was zijn eerste zaak. أبو أمامة رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله ما كان أول بدء أمرك قال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي نورا أضاءت منه قصور الشام. أبو أمامة رضي الله عنه سيخت اكسايت تيخ الرسول صلى الله عليه وسلم يا نبي الله وبتيكت أو بروفيت فالله صلى الله عليه وسلم هو بس het begin van uw zaak. Rasool sallallahu alaihi wasallam zei da'watu Abi Ibrahim. Da'watu Abi Ibrahim. Ibrahim alayhi salam toen hij de opdracht kreeg om Kaaba, Bayt al-Haram te bouwen. Hij deed ook dua. En een van die dua die hij deed, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. يتلو عليهم آياتك
ويزكيهم ويعلمهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. استاذ دعوة إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام فروخ الله تعالى ومن ان بروفيت اوت ميدا طلاف قومه. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم ربنا وبتيك اونزير. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم لاف ان بوتشاف اوت ميدا قومه. شتي زي كان زي كان زي الافكومست كان زي 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 خضراخ زي كان تطبص هاي اوك. يتلو عليهم آياتك. دي هن تيكن الآيات دتسين فرزة فوردراغ. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. أنا إليرتهم فاندرغيستهم الكتاب أندضيز القرآن والحكمة أندضيز السنة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. أنا هاي الله ترتهم دتسين آخر كوك فندمنت فالدعوة القرآن السنة التزكية لوطرة تزكية وزكية إنك أنت العزيز الحكيم. There is a وبشرى عيسى and the ankondiging van عيسى عليه السلام. That is natuurlijk wat ook القرآن آخر الله تعالى يقول وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا السحر المبين. مريم وبتك وإذ قال عيسى دوس أن فرميوت تون عيسى دوزون فن مريم tot de nakomeling van Israël zijn. Inni Rasulullah ilaykum. Waarlijk, ik ben boodschapper tot jullie. Musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Tawrat. Wat betekent de Tawrat die voor mij is geopenbaard, bevestigend. Bevestigend. Met andere woorden, als ik geen rasool zou zijn, dan zou ik niet datgene wat voor mij was bevestigen. Dus geloof in mij. Wa mubashiran. Wa mubashiran. En in Tabshir zit ook het goede nieuws. Aankondiging. Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismihi Ahmad. En ik kondig de komst van een boodschapper na mij. Wiens naam Ahmad is. Of die Ahmad is genaamd. En dat is de rasul. En zo staat hij ook in het evangelie. Uiteraard, het evangelie is veranderd. Evangelie is veranderd. In de oorspronkelijke evangelie staat vier kleed. Vier kleed, dat is in de Aramese taal. Vier kleed betekent Ahmed. Betekent degene die geprezen wordt. De vertaling, de eerste vertaling is natuurlijk in het Grieks van de Bijbel. Dat hebben ze daarvan parakletos gemaakt. En nou, Parakletos kan ook de geprezen zijn. Maar zij hebben daarvan gemaakt de Heilige Geest. Ze hebben dat, hè? Parakletos is voor hen de Heilige Geest. Maar Parakletos is gewoon Ahmed. Denk je nou dat Rasool Sallam, als het niet zo zou zijn, hè? Dat hij dan tegen de Joden en de Christenen zou zeggen van... Zo sta ik in de Bijbel, in het evangelie. Mijn naam is Ahmed in het evangelie. Met die zekerheid. En dat is wat de aankondiging van Isa alayhi salam. Dus waarin duidelijk wordt gemaakt dat Mohammed, de komst van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aankondigt. Faramma ja'am bil bayyinat. En toen hij tot hem met duidelijk bewijzen... Er kwam, قالوا هذا سحر المبين. En dat kan twee dingen betekenen. Dat wanneer Isa
met duidelijke wijze tot hen is gekomen, zeiden ze dat dat is een duidelijk seher. Of wat nog sterker vermoeden is, dat toen Mohammed met die wijze tot hen kwam, zeiden ze dat is een duidelijk. In de volgende hadith, daar sluiten we ook de avond mee af, inshallah. De volgende hadith, dat is hadith al-Irbad ibn Sariya, radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Al-Irbad ibn Sariya is heel erg bekend met hadith wa'adana Rasulullah sallallahu sallam maw'idatan, baligha, wajilat min al-qulub, wadarafat min al-uyun, faqulna ya Rasulullah, ka'annaha maw'idatu, wadda' fa'awsina. قال أوصيكم بتقوى الله تعالى والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة هل بكن عبد الله بن سارية مديزي حديث وإن الله عندي يدي الإمام الترمذي أوبر خليبرت أن هي سقت هاي قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبي وإن آدم لمنجدل في طينته وسأنبئكم بتأويل ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى قومه ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام وكذلك ترى أمهات النبيين صلوات الله عليهم. العظام بن سري رضي الله تعالى عنه سخت إك هورد النبي صلى الله عليه وسلم سخت سخر وارلك بي الله تعالى استائك إن أم الكتاب تضيس مودر بوك لوح المحفوظ خشخريفة خاتم النبي the last prophet الله تعالى يقول القرآن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن خاتم رسول الله وخاتم النبيين وخيدة فرطالة بيبيلد فرطالة بيبيلد بوخين دون يا زي خلد البروفيت يا زي لي مثلا ايش Dat is de vertaling van Ahmadiyya. Nee, alhamdulillah. Er is geen lips hier, hè? Want riwaya wars is hier duidelijk. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khatiman nabiyyin. The last prophet. Want waarom hebben Ahmadiyya daarvan zegel gemaakt? Zodat, natuurlijk, want als ze zeggen laatste profeet, ja, dan zouden ze niet geloven in hun Ahmed. Want Ghulam Mirza Ahmed al-Qadiani, hij is een van die Dajjalin, die heeft aangekondigd dat hij profeet was. Maar hij heeft heel veel volgelingen gekregen. En zij beweren zelf dat het gaat om 40 miljoen of meer. Sallallahu salamu al-Afiya. Dus het is niet zegel de profeten, nee, het is de laatste profeet. En Nabi al-Salam zegt ook, لو كان بعدي نبي لكان عمر. Als na mij een profeet zou zijn, dan zou het عمر zijn. ولكن لا نبي بعدي. Na mij is er geen profeet. Nou, dus wat staat hier? Waarlijk zegt Nabi al-Salam, ik sta in moederboek om het kitab geschreven als de laatste profeet in de rij van profeten. Wa inna Adam, en waarlijk, terwijl Adam nog, lamun jadilun fitin, dat betekent Adam was nog zand. Adam was nog klei. Wassalamu'alaikum bita'wili da'alik. En ik ga jullie vertellen wat dat betekent. Da'watu Abi Ibrahim, dat hebben we net gezien. De smeekbeden van mijn vader Ibrahim. En dat is duidelijk dat hij gewoon zegt,
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلموا الكتاب والحكمة ويزكيهم وبشارة عيسى قومه لذلك نتخزين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشعر إذا المدر زخ ليخت Het licht was zo wijd verspreid dat zelfs de paleizen, Shamgebied, daarvan werden verlicht. Mekka, Sham, echt een groot afstand. Zijn moeder was in Mekka. En Shamgebied, dat is nou wat voor Syrië, Jordanië, Palestina, dat gebied allemaal. Hè? Dus. En hij zegt ook, en zo is het ook met de moeders van de profeten, zij zien allemaal licht. En het is ook zo, dat ieder profeet die gezonden is, bevestigt de profeten voor hem, en kondigt de profeet die na hem zou komen aan. Dat betekent dat Mohammed sallallahu alaihi wasallam door ieder profeet is aangekondigd. Dat hij is de laatste. En hij zegt ook: "Kul ma kuntu bid'an min ar-rusul." En Nabi sallam zegt ook: "Musaddiqan lima bayna yaday wa musaddiqan lima bayna yaday wa hudan wa bushra lil mu'minin." Dus dat is heel duidelijk. Hierbij zijn we aan het einde gekomen van deze avond.